Wacht, kan ik een dolfijn pakken? Oh nee. Oh nee! Waar is de dolfijn? Oh, ik heb hem! Ja! Hoe ga je hem nu naar Ik huis? Denk dat als ik hem til, dat hij doodgaat. Hij gaat langzaam dood. Oh, oh, water. Hier, water, water, water. Ja, I know. Er is heel veel. Oké, okay, hallo. Ik begin even alleen. Suzanne heeft steen nodig en dat ga ik minen. Helemaal solo. En wanneer ik steen heb, komt ze erbij. Wee. Ik ga wel even andere axe maken, want ik wil niet dat ik mijn diamond pickaxe op gehad. Gaat zo snel op. Ik heb geen ruimte gemaakt. Hoe dom is dat? Godsamme, waarom doe ik dat steeds? Nee, ik heb ook niet echt spullen die ik kan achterlaten. Ah, oké, okay, ik ga weer terug. Ga terug. Poging 2. Oh my god! Oh my god! What the fuck? Ik denk als ik dit heb gedaan dat ik genoeg heb voor wel eventjes. Dan moet ik hierna ook nog zand gaan minen. Ik moet zoveel doen. Ik heb geen eens iron bij me. Oh, dat zit ik in het andere huis. Oké, doe je kaartje. Wee. Hallo. 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 Ik heb steen voor je dus. Hier. 8 stacks. Yes. 8 dingen. Happy. Dan kunnen we eindelijk beginnen. Huh? Ja. Dat was zoveel werk. Ik heb alles alleen gedaan. Terwijl jij gewoon lekker op de bank zat, by the way. Dus ga je dit weghalen dan? Ja, ja, ik doei. Ga het weghalen. Dus dit ga je weghalen. Ja. En dan ook dat dirt daar. Ja, ga ik doen. Oké, ga ik eindelijk weer verder met mijn ding. Met mijn verblijfding. Yes. Mijn pickaxe is alleen bijna dood. Ook zonde. Okay, oh, die monsters zijn er weer. Niet. Ja, die monsters zijn er weer. Oh my way. Kom, naar binnen. Slapen. We moeten slapen. Maar ze zijn binnen. Waarom zijn ze binnen? Weet ik niet. Ik hoorde ze binnen. Nee, daar zijn ze. Oh, daar. Naar boven. Die wezen. Okay, kom, slapen. Oei. Je moet echt even slaapkamers maken. Ja. Kom. Hey, Iron. Stop. Dat is 4. Oké, weet je? Prima, zo. Oké, mooi. Nu moet ik de buckets hebben, nu moet ik echt vet veel water gaan plaatsen. Lukt het? Oh. Oké, ziet er raar uit. Ik wil ook niet dat het zeg maar zo... platform is dat. Ja, maar waarom maak je dan niet van binnenuit? Want dat weet je in ieder geval de trap al. Ja, maar dat gaat niet omdat ik niet zo een vloer eraan kan leggen dan. Oh, oké. Okay. Goed. En dan alleen nog. Kom zo kijken? Ja, ik kom zo kijken. Kom eraan. Hallo. Oh, leuk. Oh, waterval. Ja, leuk hè? Ja, wat leuk. Nu hebben we een grot. Een waterval. Ik gooi 16 eieren, komt geen 1 kip uit. Nog een keer. Oh, 1. Ah! Ik moet meteen rennen. Joe! Ja, we hebben maar 1 kip. Oké. Okay. Oh ja, ik had nog een kelp. Kip. Hallo. Nu kan ik ook visjes erin plaatsen. Oh, ja. Dus ik ga vissen. Vangen. Ja. Kom eens kijken. Oeh. Motherfucker, ik zag het wel. Ja. Kom eens kijken. Waar ben je? Kijk, want het ziet er nu nog niet echt mooi uit. Maar ik wil dus een trap aan de binnenkant gaan maken. Die dan zo helemaal zo rond gaat. Ja, precies. En dan komt er hier nog een uitstulping met een raam. En dan bovenop. Dus hij wordt... nog hoger dan de achterkant en dan bovenop komen kan ook weer kan telen. Oké, okay. Ja, is goed. Het is op zich wel oké, toch? Ja, ja. Zeker. En wil je het aan de andere kant ook doen? Ja, en dan aan de achterkant van het gebouw
wil ik die hele hoge grote toren naar de Doe je die dan in het midden dan? Ja. Aha, oké. Okay. Nee, is goed. Ja, toch? Eens. Ja. Ja. Ik ga visjes vangen. Leash. Een name tag. Ik ga die kip ook een naam geven. Vis. En die heet Piotr. Piotr. Ja, is goed. Geen idee. Kip, kom hier. Piotr. Oké, doei. Visjes. Oei. Wacht, kan ik een dolfijn pakken? Dolfijn. No. Kom hier. Oh nee. Oh nee. Waar is de dolfijn? Waarom ben je zo snel? Ik heb hem! Ja? Ja, maar ik weet... Hoe ga je hem nu Ik denk dat als ik hem til, dat hij doodgaat. Dit wordt echt een dingetje. Kom op. Ja? Please? Oh. Hij gaat langzaam dood. Oh, oh, water. Hier, water. Water, water. Nee, kom, kom, kom. Kijk voor die zombies. Ja, I know. Er is heel veel. Ik zit helemaal gespannen mee te kijken. Ja, als je me even kan redden. Hoe? Ja, die zombie doodmaken. Moet rennen. Heb ik er nog? Ja, kom. Vis, kom, snel. Ja, goed zo. Oh. Wat water. Daar. Kom je me nog helpen? Ja, ik ben er. Jij moet naar die zombie gaan. Goed zo. Kom. Oké. Okay. Nee, kom. Kom. Doe nou niet zo moeilijk. Oké. Okay. Ja. Kom. Dolfijn. Kom hier. Oh, yes. Ja! En los? Je mag los. Ja. Ja. Hè. Oh mijn god. Ik hoop niet dat hij doodgaat. Omdat het te klein is hier. Kun je me een naamplaatje geven? Ja, maar moet ik wel eerst zo'n naamding maken. Oh ja, ja. Hallo! Huh? Hoe wil je hem noemen? Melissa. Melissa. Leuk! Huh? Ik vind het echt leuk. Ja, ik hoop niet dat hij doodgaat, want als hij eruit springt, is hij dood. Oké. Okay. Oké, waar ben je? Daar. Het is eigenlijk te krap, hè, voor... Ja, het is niet anders. En als je dat dieper zou maken? Ja, het is al diep, maar het moet veel breder dan. Maar daar hebben we de ruimte niet voor. Nee. Moet je eens kijken dan naar die naam. Melissa. Hey. Hi! Ja, dan moet ik alsnog die vissen vangen. Ik ga die vissen vangen. Is goed. Ik dacht dat je... Ik kon ze toch in een bucket vangen? Oh. Ja, ik heb hem gelijk losgelaten. Kom hier. Ja, ik heb er één. Kom hier. Ik heb een... Oh, een schap. Ik neem schap mee. Vis. Heb ik die leash? Nee. Heb jij de leash? Ja. Oh, hoe? Kijken of onze dolfijn nog leeft. Soort van. Ja, kijk, het is visjes. Visjes, we hebben twee visjes. Je hebt vriendjes. Maar die moet ik natuurlijk ook namen geven. Ah. Ik maak er gelijk drie, want ik pak ook een schaap. Nou, wacht, ik moet meer hebben. Want, kijk, we hebben twee visjes. Een schaap wil ik. Ik wil nog een koe. Wat missen we? En een varken dan nog. Eerste naam. Rivera. Wessel. Ik heb 5 Rivera's gemaakt. Oké, okay. De volgende 5 beesten heten Rivera. Godsamme. Ik dacht dat ik ze gewoon alvast erin kon zetten. Ah. Vis. Hallo? Wat heet je nou, Rivera? Ja, ze heet allebei Rivera. Oké. Okay. Top. Kip! Je moeder! Oh, jij hebt natuurlijk die leash. Geef me die leash. Waar? Ik kom eraan. Hier. Yep. Heb je hem? Ja, kip is echt bloedirritant. En hij is weg ook. Zijn we daar vanaf, toch? Wat bedoel je? Ik heb hem een naam gegeven. Hier. Piotr.
Kom hier. Braaf zijn. Ja, ik ga ze toch niet allemaal Rivera noemen. Ik vind het echt een kutnaam. De vissen heten Rivera. Oké, okay, dus. Schapie. Er zijn nu twee schapies. Sorry man. Ik neem er eentje mee. Hoi. Ah! Ah! Wat doe je? Er zit iets in ons huis. Je bent bijna dood. Wat is het dan? Weet ik niet. Het denkt maar. Oh, het komt achter me aan. Kijk uit. Tiffy, help me. Ja, ik heb een schaap. Oh, fuck. Kom dan. Ik ga in een huisje van... Wat is oh, het? Oh, dat is zo'n monster die de village aanvalt. Waar ik het over had. Hè? Oh, Oké, ik heb hem. We moeten toch die berg daarachter dan even hoger maken of iets. Of lager maken. Ja. Wacht. Ik heb Bad Omen. Ik weet niet wat dat is. Waarom heb ik... Wat? Ik weet niet wat dit is hoor. Maar dat zijn dus die gasten die de village aanvallen. Oh. Kom hier. Ah, hij stond opeens achter me. Maar echt opeens uit het niets. Want ik zag hem niet. Toen ik de trap opliep. Nee, en zo. Die berg achter moet echt even lager. Want ze komen elke keer daar via binnen. Gaat gelijk nu. Ja, doe eerst even een naam voor de schaap. Tina, oké. Ik hoor die monsters. Ja, ik hoor ze ook. Zijn ze onder het huis? Tina, alsjeblieft. Nee, denk het niet. Ik denk eerder dat ze erboven zitten. Ze zitten erachter. Hoe kunnen we dat wegkrijgen? Ja, geen idee. Ik wil die koe. Koe! Kom. Ja, ik denk dat het nu wel even goed is. Ik mis alleen nog een varken. Ja. De oude koe moet nog een naam hebben. Alejandro. Alejandro. Moe. Alejandro. Oké, wat ga ik nu doen? Ik ga die monsters doodmaken. Ja. Ik wil wel een nieuwe zwaard. En ook nog paarden daar. Ja, daar moeten we ook nog eigenlijk eentje van. Eentje? Ja, van niet? Nou, we hebben hem. Een soort van paard. Maar waar is die monster nou gebleven dan? Daar zijn piggies. Oké, eigenlijk moet ik dan zo'n piggy meenemen. Dat is een pigman. Hè, die leven in de nether. Waarom is die hier? Die zag ik dus net ook al. Je bent niet boos, toch? Hij viel mij ook niet aan. Hé, Matty. Oké. Dan mag je blijven chillen. Wacht. Jij wil niet mee. Kijk, jammer. Ik ga het ook echt proberen mee te nemen. Ja. Geen idee waar die monsters zijn hoor. Ik ook niet. Ik heb nog steeds een bad omen, dus Kom, Piggy. Ik zie die kip gewoon al aasen om naar buiten te gaan. Ja, hè? Mooi niet. Kom, Piggy. Tina, jij blijft ook binnen. Ga. Weg. Jij. Lelijkert. Oké, jij mag de laatste naam verzinnen voor de piggy. Fassa. Fassa? Hoe spel ik dat? V-A-S-A. Kom. Daar. Ja. Alsjeblieft. Heel divers hockey. Leuk toch? Worden hier overal geterroriseerd. Ons huis hoort een veilige plek te zijn. Waarom is het zo gevaarlijk? Ik neem aan dat we dit platform niet langer maken dan dit. Dus. Very pretty. Gaan we dan de rest erachter weghalen? Ja, laten we dat doen. Okay, dan ga ik alvast scheiding maken. Wel, maar het kasteel, hoe ver het naar achter is, gaat niet meer naar achter, toch? Nee. Oké, dus we kunnen gewoon eromheen vrijmaken. Ja. Noortje, even serieus, hè? Laatste keer. Stop dan met dat mie. Hou op. Oh, pickaxe is echt dood. Oh. Ja, die dolfijn maakt ook irritante geluiden hoor. Ja, zoom maar. Oké, mijn duim pickaxe is dood. Ja. Ik weet in ieder geval dat hij leeft. Ik heb nu al een half uur die bad omen. Nee, ik snap helemaal niks van. Ja.
Dood. Wat heb je gedaan? Ik viel. Je bent echt een ei, wist je dat? I know. Ja! Hoi! Ah, oh, fuck, het is ook nog eentje opzij. Ah, oh, ik moest deze twee. Hi. Hallo, hallo. Hallo, I don't know. Je wilt een ronddraaiende trap zo maken? Ja, die zit er al in. Die zit er al in. Oh, fancy. Oké. Ja. Kijk, zoals dat eerste raam, zo wilde ik ze eigenlijk allemaal van die uitkijktorentjes. Ah, maar gewoon sowieso dit even afmaken dan wat jij wilt doen en ja, dan later kan het altijd nog detail geven. Ja, ik heb de outline gemaakt van wat weg moet. Nu moet ik het alleen nog naar boven weghalen. Maar als deze omleiding ook af is, dan zijn we in ieder geval veilig. Nou, dit is echt een lekker klusje, zeg. Holy shit, dit is zoveel werk. Ja. Maar het moet. Zeg! Oh, dat is, was leuk, ook leuk, nu. Inderdaad. Oh, ja, precies. Oh. Dat is wel grappig, toch? Dat is heel fancy. Dat ziet er goed uit. Ja, We hebben sowieso precies in het midden van het kasteel. We hebben een heel groot gat, hè, dat we helemaal naar de achterkant kunnen gaan. Oh. Kijken. Heel raar. Wel, maak eens een gat, zodat ik weet waar het is. Kan ik dan misschien wel. Waar is dit? Is dit de keuken? Oh, is de keuken. Nou, het is niet helemaal midden, maar keuken. Oh, hallo. Hoi, daar kan ik wel een deur in zetten. Ja, want we kunnen hier... Ja, uiteindelijk kan dit inderdaad van een tuin worden. Okay, wanneer ik hiermee klaar ben, zullen we dan stoppen? Ja. Ik denk als we bij het oude huis waren gebleven, dat we nooit zo ons best hadden gedaan voor een huis. Nope. Zit ik nou heel scheef... Oh, ik zit gewoon heel scheef te doen. Oh, nee. Okay, als jij je gaat klaarmaken voor bedje, ga ik ondertussen toch nog even dit doen. Kom hier kijken, ik heb het af. Ik kom kijken. Het duurde iets langer dan dat we hadden gehoopt. Dus dit is nu dan achter, is klaar. Dus dan kunnen we nu gewoon achterlangs. Alleen nog niet aan de zijkant, dat wil ik volgende keer dan doen. Oh, hey, diorite. Ja, mooi hè. De volgende keer wil ik... dus dan de zijkant hier gaan doen. Dus hier nog met dat, hoe heet het, steen? Dat rode steen. Ja. En dan hier omheen, dat we ook de rechterkant omlangs kunnen lopen. Ja. Holy shit. Oh, laat mij even die toren van je zien. Ja. Follow me. Oh, je bent ook al een vloer hier aan het maken. Ja, ik had gewoon al dat hout, dus dat pik ik maar gewoon op. Okay. Kijk, en dan heb ik zo. Kutje. Dat is leuk. Ja, hè? Oh, dit is echt heel vet gedaan. Ja. Dit is echt heel goed. En dan hier, hier ben je op de tweede verdieping. Ja. Dat is ook mooi. Ja. Ook best wel even puzzelen geweest. Hier komt de chestkamer. Ja. En die komt zo hier, maar ja, er staat een bed. Oh, dus, maar alleen dit? Ja, ik dacht, ja. We hebben wel echt wel veel nodig hoor. Ik heb er net ook vet van stenen en zo gedaan. Oké, zullen we een auto doen bij de beestjes? Yes. Ik wil nog even één keer bij de beestjes kijken. Fuck you. I love you. Nee, Noortje is de meest irritante. Weet je nog hoe onze beesten heten? Nee. Dit is Tina. Ja, dat wist ik. Maar hoe heet Hans? Hans. Vassa? En dan Vassa, inderdaad. Dan Piotr is de kip. Hoe heet onze koe? Weet ik niet. Die heeft toch geen naam? Heb ik de koe geen naam gegeven? Alejandro. Alejandro. En de vissen heten ook alweer Rivera. En Melissa. Melissa. Tot de volgende keer. Bye-bye. 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 Doei.